Goedenavond, dit is Nieuwsuur. President Trump haalt alle Amerikaanse militairen terug uit Syrië. De strijd met IS is gestreden, vindt hij. Zijn besluit stuit op stevige kritiek. The decision to withdraw an American presence in Syria is a colossal, in my mind, mistake. A grave error that's going to have significant repercussions in the years and months to come. Zo, alle details van onze correspondenten in Washington en in Turkije. De strijd is gestreden, ze kunnen naar huis. Alle 2000 Amerikaanse militairen moeten op korte termijn weg zijn uit Syrië, zegt president Trump. Reden is dat volgens hem de strijd tegen IS gewonnen is. Hij gaat daarmee in tegen het advies van zijn eigen ministerie van Defensie, dat vreest dat Iran en Rusland in het gat springen dat de Amerikanen achterlaten. Ook over de positie van de Koerden zijn zorgen. Vicepresident Pence gaat op bezoek bij het Pentagon, het ministerie van Defensie. Met naast hem de minister van Defensie. Een hoge delegatie die daarbinnen wat heeft uit te leggen. Want president Trump heeft een tweet de wereld ingestuurd. Wij hebben Islamitische Staat verslagen in Syrië. Dat was de enige reden om er te zijn tijdens mijn presidentschap. Trump eist de overwinning op. De pakweg 2000 Amerikaanse militairen die in Syrië gelegerd zijn, wil hij terugtrekken. En wel snel. Of dat verstandig is, wordt zelfs binnen het Pentagon betwijfeld. IS bestaat nog. En wat is verder de strategie in Syrië? Rusland is innig tevreden. Na 8 jaar burgeroorlog zitten de Russen aan tafel om te spreken over de toekomst van Syrië. Zij hielden het Syrische regime met bloedig machtsvertoon in het zadel. De VS is straks nergens meer te bekennen. De Amerikaanse militairen die binnenkort vertrekken zijn gelegerd in Koerdisch gebied in het noorden van Syrië. De Koerden waren de belangrijkste bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurbeweging IS. Als de Amerikanen hun koffers pakken, staan de Koerdische strijders er alleen voor. Turkije staat te trappelen bij de grens. President Erdogan ziet de Koerden vooral als terroristen en bereidt zich voor op een offensief. Meteen door naar Arjen van der Horst in Washington. Arjen, ja, een tweet van Trump, bevestigd door officials in het Witte Huis. Waarom nu deze beslissing? Het is geen geheim dat president Trump zijn strijdkrachten uit Syrië wilde terugtrekken. Als het aan hem had gelegen, was dat al aan het begin van dit jaar gebeurd. Ja, en hij lost hier ook mee een verkiezingsbelofte in. Hij zegt, Amerika kan niet de politieman zijn van de wereld. Ons land moet zich niet langer storten in die eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten. De enige reden dat we daar nog zaten, was die strijd tegen IS. Die hebben we verslagen, dus het is nu tijd om weg te gaan. Al is het nog steeds niet duidelijk wanneer precies de eerste Amerikaanse militairen gaan vertrekken. Ja, want we horen vanavond termijn van 30 dagen tot wel 60 of 100 dagen. En we horen natuurlijk bij jou dat de minister van Defensie tegen is. Wat is zijn bezwaar? Nou, op de eerste plaats omdat hij het niet eens is met president Trump. Want IS is dan wel danig verzwakt. Nog altijd vechten Amerikaanse militairen tegen elementen van IS in Syrië. Met andere woorden, de klus is nog niet geklaard. Verder wil het Pentagon de Koerdische milities niet zomaar in de steek laten. Hè. Die milities speelden een cruciale rol voor de Amerikanen in die strijd tegen IS. En dan heb je nog het geopolitieke element. En dat heeft minister Metters van Defensie ook al eens uitgesproken. Hij wil niet zomaar dat Syrische strijdtoneel overlaten aan de Russen. Want hij is bang dat dat de positie van Moskou in het Midden-Oosten verstevigt. En hij wil dat voorkomen. Ja, maar goed. De commander-in-chief bepaalt. En die heeft gezegd dat ze weggaan. En dus gaan wij door. Dankjewel, Arjen van der Horst. Naar onze collega Lucas Waagmeester. Die is in Istanbul. Hoe is er daar in de regio gereageerd op het besluit van Trump? Nou, hier wordt toch wel angstvallig de winst- en verliesrekening van dat besluit opgemaakt. Hè? Wie wint er bij een Amerikaans vertrek? Inderdaad, IS dat nog niet verslagen is volgens alle bronnen, behalve president Trump lijkt het. Zij zullen absoluut ruimte krijgen weer als de Amerikanen vertrekken. Wie krijgt ook ruimte? Inderdaad, Amerika's aardsvijand in de regio, Iran, Assad, Rusland en
Turkije. En dat is ook wel belangrijk, want de Turken azen al lange tijd op een kans om in het noorden van Syrië een offensief te beginnen tegen de Koerdische milities die daar nu bescherming vinden van die Amerikanen. Als de Amerikanen daar vertrekken, ja, dan is de weg vrij voor het Turkse leger om daar dat offensief in te zetten. President Erdogan hint daar de afgelopen week weer uitgebreid op. Komt echt op dit moment dat Erdogan die retoriek weer heeft opgevoerd. Het gaat op de Turkse televisie eigenlijk nergens anders meer over dan dat offensief. Dus dat is echt wel aanstaande als de Amerikanen daar gaan vertrekken. Ja, ja, dat zijn die Koerdische milities die ook tegen IS gevochten hebben. Die dus ja, waarschijnlijk door Erdogan aan het korte eind gaan trekken hier. Ja, zij hebben in de afgelopen 4 jaar echt het vuile werk opgeknapt, kun je zeggen, op de grond voor de Amerikanen. Raqqa heroverd op IS, ook veel gebied extra veroverd voor zichzelf. En zij zullen dus nu bescherming moeten gaan zoeken bij anderen. Bijvoorbeeld bij Assad en de Russen. Dat zal heel lastig worden. Als dat niet lukt, ja, dan zullen ze zich echt moeten gaan opmaken voor dat Turkse offensief. En dat kan echt grote gevolgen hebben weer in het noorden van Syrië, hoor. Want dit gaat bijvoorbeeld ook over grote bevolkingscentra, hè? Koerdische bevolkingscentra, zoals die stad Kobani. Je weet nog wel uit 2014, echt zo'n emotionele, beslissende slag toen voor de Koerden. Als het Turkse offensief daar begint, zullen er ook zeker weer Koerdische Koerdische bevolkingsgroepen op de vlucht gaan slaan. Bijvoorbeeld naar het toch al onrustige en instabiele Noord-Irak. Dat is eigenlijk de enige kant waar ze op kunnen. Dus het gaat maar om 2200 Amerikaanse militairen. Maar als die echt gaan vertrekken straks, ja, dan ligt het hele spel in het noorden van Syrië weer helemaal open. Helder. Een besluit met veel gevolgen. Lucas Waagmeester in Istanbul, dankjewel.